Dit jaar wil en moet Katwijk weer mee gaan doen om de titel. Vorig jaar als oud-kampioen eigenlijk geen moment meegedaan. FC al heel snel los moeten laten. Maar nu met dit team, het werd ook op de open dag van Katwijk uitgesproken, is het wellicht weer haalbaar om heel hoog te eindigen. De ploeg van Jan Zoutman begint ook goed aan de wedstrijd. Sanchez Angulo kan net niet tegen de bal aanlopen. En deze John Blok zag veel spelers vertrekken. Scheveningen met maar liefst 4 nieuwkomers in de basis. Heeft een lastige openingsfase. Suzanne komt daar te laat. Koorndijk, 2 man bij zich. Voorgeven en er tegenaan lopen. Niet slecht. Roeleveld, hij werd later gewisseld. Al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. De Winter, de volgende nieuwkomer die in moest vallen. Jari de Jong. En nog een kopbal, nu van Barry Rog. Dat is natuurlijk een bekende naam in het shirt van Scheveningen. En zo bijt de ploeg van John Blok een klein beetje van zich af. Maar Katwijk, de betere ploeg. Ook na het eerste half uur. Van den Ban rommelt zich er langs en schuift hem toch wel heel knap achter de doelman van Scheveningen. Dat is een nieuwkomer, Sonneveld, overgekomen van Telstar. Maar let u ook even op het doorkoppen van de kapstok van Katwijk. Roland Bergkamp, ook een nieuwkomer, gekomen van RKC. Met de assist en Van den Ban met 0-1. Van den Ban opnieuw. Jari de Jong ziet hem langs zich heen gaan. Zonneveld ziet dit schot over zich heen gaan. Katwijk is veel sterker. Sinteur in de slotfase van de eerste helft. Ogidi Nwankwo komt hem richting de cornervlag. Maar Sinteur kan het weer oplossen. Wil het te mooi doen. Krijgt wat hulp. Weer opgepakt. En dan het schot van Rog. Tegengehouden. Een schaars momentje van Scheveningen. Aan het einde van de eerste helft. De bal wordt nog aangeraakt. Was eigenlijk niet nodig. Die corner daarna levert niets op. Dus op naar de tweede helft. Koorndijk trekt daar aan de arm. En krijgt de vrije trap tegen. Dat is voor Katwijk dan meteen een mooie gelegenheid. Om vroeg in de tweede helft de score te verdubbelen. Zonneveld weer in zijn goal klaar. Zet de boel neer. Maar heeft geen oog voor Van Dam. De centrale verdediger mee opgekomen bij deze vrije trap van oud-Utrecht-speler Van der Meer. Kopt hem. Nee, knikt hem. Heerlijk in de korte hoek. Scheveningen op 0-2 achter en Schwiebe probeert het dan maar eens van afstand vanuit de vrije trap. Maar de aanvoerder voelt en ziet dat het vandaag niet loopt in de opening van het nieuwe seizoen. Het leek heel lang dat Scheveningen zou gaan degraderen vorig jaar, maar die tweede seizoen zelf was fantastisch. Dit schot is ook best aardig, maar zeker niet fantastisch van Koorndijk. Redding van Kibo. Nog een klein kwartiertje. Kans voor Katwijk via Hilterman. Vorig seizoen 12 duels, 2 goals. Niet al te veel in de basis, hij mag nu wel starten. Kan Scheveningen het nog spannend maken in de slotfase. Schwiebe stond daar nog vanuit die hoekschop. En een hele grote kans voor Ogidi Nwankwo. Maar dat is een linksback en geen spits. Het was niet de openingswedstrijd voor John Blok en zijn mannen. Jan Zoutman wint met Katwijk met 0-2 van Scheveningen.